John Blok, we beginnen met een cruciaal moment. Volgens mij in de wedstrijd, de 54e minuut. Tim Peters krijgt de rode kaart. Wat heb jij gezien? Nou, niets. Hoge lange bal. Tim kijkt wat om en die springt tegen Jesse Adams aan. Niks aan de hand. Kleine overtreding, denk ik. Volgens mij gaat zijn arm nog ineens omhoog. Ja, en tot verbazing van iedereen eigenlijk trekt de scheidsrechter rood. Peter Wubben stond er nog beter voor. Die staat op 3-4 meter. Ja, die geeft gelijk aan de scheids. Absoluut geen rode kaart. En nou ja, ik heb het net na afloop gevraagd aan de scheids. Wil je even meekijken naar de beelden? Ja, die zegt gewoon heel, heel arrogant. Nou, dat hoeft niet. Ik zie hem omkijken en hem heel bewust een elleboog geven. Ja, weet je. Ik moet me echt inhouden om over deze man geen hele nare dingen te roepen. Want het was vooraf wel heel popiopie en met headsets. Maar als je van deze wedstrijd, waar eigenlijk niet zoveel gebeurt, nog zo'n chaos maakt, waar aan beide kanten kaarten vallen die niet nodig zijn. Ja, vervelend. Maar ik moet me focussen op wat we zelf hebben laten zien. En dat was zeker het eerste half uur gewoon niet goed. Want wat was dat in de eerste 20 minuten waarin je 2 tegendoelpunten kreeg? Was dat scherpte wat ontbrak? Ja, absoluut. Vind ik wel. Het was heel slap. We dachten het wel even op 80-90% te doen. En dat ben ik niet gewend van mijn ploeg. En je weet dat er een keer aan zit komen. Ja, dan is het wel vervelend als het gebeurt. Daarna pakt het wel goed op. Ik vind dat we voor de rust eigenlijk al de aansluitingstreffer hadden moeten maken. Ja, dan begin je goed aan de tweede helft. Met een bal op de paal al en gelijk spijkenissen onder druk. Ja, op het moment dat dan die rode kaart valt, is het eigenlijk klaar. En het laat spijkenissen eigenlijk na om die derde en die vierde te maken. Kan jij dan de vinger op de zere plek leggen waarom jouw ploeg zo slap begint? Nee, dat is lastig. Dat is lastig. En natuurlijk weet je allemaal dat die na-competitie eraan komt, dat iedereen heel wil blijven. Maar tot nu toe zijn we daar redelijk goed mee omgegaan. En ja, Spijkenissen heeft dat vandaag wel goed afgestraft, vind ik. We begonnen net even iets minder. Nou, dan moet je de eerste 2 ballen geluk hebben dat je even ontsnapt. En dan kom je er wel weer in. Alleen zij schieten de tweede bal fantastisch binnen. En vlak daarna maken we ook een onnodige overtreding. We maken een miscommunicatie in de dekking met een vrije trap. Wat ons ook niet meer zoveel gebeurt. Ja, dan is het allemaal net niet vandaag. Hè. Dus laten we hopen dat dit een goede wake-up call is richting de na-competitie. Maar het is natuurlijk, en dat vind ik nog het allervervelendste van vandaag, de rode kaart van Tim. Want ja, iedereen die zich ook een beetje verdiept in het amateurvoetbal weet dat dit geen speler is die bewust een elleboogstoot zou geven. Hij is er ook doodziek van en wij ook. Want ja, dat is nou juist wat je vooraf niet wil, blessures en kaarten. En we hebben het de afgelopen weken gezien met de ervaren scheidsrechters. We pakken amper kaarten. Ja, dit was natuurlijk ook een wedstrijd waar dat totaal niet in zat eigenlijk. Het was van 2 kanten heel vriendelijk en daar ben ik wel doodziek van. Is jouw ploeg misschien ook al wel toe aan die na-competitie die er toch steeds dichter aankomt? Ja, het duurt wel lang natuurlijk. Het duurt wel lang. Hè. Maar ja, aan de andere kant, je weet dat je de 34 moet spelen. En we doen het ook heel goed in die derde periode. Ja, dan weet je dat er ook wel een keer een mindere wedstrijd tussen zit. Ja, dan moet je juist uit de organisatie spelen en dat deden we niet. Maar goed, dit kan een keer. We hebben geloof ik 50 punten uit 19 wedstrijden gehaald. Dus ik ben vooral trots op de ploeg. Maar goed, je moet het ook benoemen als het een keer niet goed is. En ja, goed, dat is vandaag. Incidentje. Laten we dat wel hopen. Laten we in ieder geval zorgen dat we het volgende week weer oppakken. En in ieder geval de woensdag of dinsdag als we na competitie spelen, dan moeten we er helemaal staan.